St. Patrick's Day is de nationale feestdag van Ierland. Maar er wonen zoveel mensen van Ierse komaf in de VS, dat ook Amerika voor even groen kleurt. Vooral tussen 1830 en 1930 kwamen veel Ieren naar Amerika. In totaal bijna 5 miljoen. Ook Washington DC was een populaire bestemming. Tienduizenden Ieren wonen op een bepaald moment in Swampoodle, de armste wijk van de stad. Die wijk ging tegen de vlakte, toch is de invloed van de Ieren nog steeds zichtbaar. Zo is de architect van het Witte Huis een Ier. Hij baseerde het ontwerp op het parlementsgebouw in Dublin. De Ieren namen hun katholieke geloof mee en veel kerken staan nog steeds overeind. En dan zijn er natuurlijk nog de Ierse pubs, waar het feest wordt voortgezet. Cheers! Even kosten van het Washington. Bedankt voor het kijken. Deze week hebben we een verrassing voor onze vaste volgers. U wint 2 kaartjes voor de voorpremière van The Last Son, een nieuwe film over Ted Kennedy. Klik op de link hieronder het bericht en win.